Hoe kan het in zo'n rijk land? Al die mensen die op straat slapen. Meer miljonairs in Nederland dan ooit. Terwijl er zoveel rijkdom is. Ik ben Mark van Treuren, de lijsttrekker van Piratenpartij en De Groene. Sommige mensen kennen mij van de markt als tegelzetter of als goochelaar. Maar waarom politiek? Er moet iets gebeuren, maar ik zie het niet gebeuren. We hebben een land met allemaal mensen en regeltjes. Er komen vervolgens meer regeltjes bij, totdat je een beetje een zootje krijgt zoals dit. Je kan ze één voor één weer terugleggen of je maakt er een mooi netstapeltje van. Tik hem even aan. Dan doen ze allemaal keurig netjes. Met de leuk zo'n goocheltruc. Hoe we dat concreet gaan doen? Door het leven betaalbaar te maken. Met een basisinkomen. Gratis OV. Het eigen risico af te schaffen. En de marktwerking uit de zorg te halen. Door het de politieke standaard te maken. Inwoners mee te nemen vanaf de tekentafel. Door te zorgen voor ons milieu en klimaat. Nu en in de toekomst. Door het beschermen van mensenrechten. In een tijdperk van robotisering en kunstmatige intelligentie. We hebben ook nog andere ideeën. En die gaan over woningnood, EU, verslavingszorg, contant geld behouden. En Caribisch Nederland. Ik doe dit niet alleen. Met een heel netwerk in Nederland en in het buitenland maken wij het verschil. En daarom zeggen wij, lieve Piratenpartij en De Groene. Misschien komt het dan toch nog goed.